Yo mensen, en welkom bij deze nieuwe aflevering van Leervlogs. Het is weer tijd voor een nieuwe verhaaltjes met Hidde, zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien aan alles hiervan. Kijk, Hiddevlogs, dat ben ik, Hidde van Hiddevlogs. En de titel van deze verhaaltjes met Hidde is Hidde van Hiddevlogs in Hiddes Spicy Nachtelijke WC-avontuur. Ja, Hidde van Hiddevlogs in Hidde's spicy nachtelijke WC-avontuur. Let's go. Dus het was nacht. Pikdonkere nacht. De maan stond aan de hemel en er waren sterretjes. En wat doen we dan als dat gebeurt? Nou, we doen wat heel veel mensen doen. We lagen gewoon lekker te slapen, weet je wel. Gewoon lekker zacht in bed. Petje op, weet je wel. En dan lekker slapen. En goed. Ik lag daar gewoon een beetje. Tot het moment dat ik daar niet meer zo lekker lag. Want toen bedacht ik mij opeens. Shit. Ik moet naar de wc. Dat bedacht ik mij in mijn droom, weet je wel. Als ik dat in mijn droom bedenk. Dan bedenk ik me dat ook in het echt. Dus ik dacht zo van. Oh, fuck. Ik moet naar de wc. Het was toen 2 uur of 1 uur of iets in die richting, weet je wel. Het was best wel vroeg of laat, hoe je het ook bekijkt. In ieder geval, dus ik rolde zo uit bed. Zoals ik normaal altijd doe. Ik rolde zo uit bed met mijn dekbed en al rolde ik uit bed. En daar stond ik toen gewoon rechtop met mijn dekbed om mij heen. Als een soort nomade, denk ik. Of hoe je het ook wil noemen. Ja, ik weet niet helemaal wat het is. Ik stond daar in ieder geval met mijn dekbed om me heen. Nou, voordat we verder gaan. Jullie moeten iets weten. Hidde van Hiddevlogs, hè. Ik sliep toen in de kamer dicht bij de B-studio. En nou, dat hele complex, weet je wel. Zijn meerdere kamers die ook van de B-studio gebruik kunnen maken. En dan heb je daar aan het einde van de gang een wc. En ik moest dus helemaal naar het einde van de gang toe lopen. Vanaf mijn kamer, van daar tot daar, weet je wel. Nou ja, goed. Dus ik gooide mijn dekbed van me af. En daar stond ik dan. Hè? Daar stond ik dan. In mijn, in mijn Mickey Mouse onderbroek of zo. Hè? Het zou kunnen dat het Mickey Mouse onderbroek was. Of geen Mickey Mouse onderbroek misschien. Maar misschien deze Jumbo onderbroek. Dat zijn geen bananen. Dat is een Jumbo onderbroek. Zou ook kunnen. Of hartjes onderbroek. Kan ook. Of misschien was het zelfs zo spicy. Dat ik gewoon helemaal geen onderbroek aan had. Nee, zo spicy was het ook weer niet. Nee, grapje. Zo ben ik ook weer niet. Nee, laten we zeggen dat ik een pizza onderbroek aan had. Ik had een pizza onderbroek aan. En dan stond ik dus in mijn pizza onderbroek. Nou ja, goed. En weet je, als het zo laat is of zo vroeg, dan zou je niet verwachten dat er andere mensen zijn. Dus ik ging gewoon in mijn onderbroekje, hè. Mijn onderbroek met mijn, laten we zeggen, neushoornpantoffels. Die had ik niet aan. Maar ik zou het tof vinden als ik neushoornpantoffels had. Dus in mijn neushoornpantoffels liep ik toen die kant op. De rest is een waar gebeurd verhaal. Op de neushoornpantoffels na. Dus ik liep zo naar de wc toe. Kwam dichterbij. Kwam nog dichterbij. En toen opeens, om het hoekje daar, in de gang naar de B-studio, stond een van de dude. Staat ze gewoon zo'n gast om het hoekje, weet je wel. Dus ik deed wat iedereen zou doen op zo'n moment. Ik zeg zo van, ja, hoi. Hoe gaat het? Dat deed ik. En tegelijkertijd pak ik zo de deurklink van de wc vast. Want ik wilde gewoon naar de wc toe, weet je wel. Dus ik deed hem zo naar beneden en hij deed het niet. Hij ging niet open. Dus hij zat op slot. Dus die gast, die zegt tegen mij... Ja, hij zegt tegen mij, hij staat er zo. En hij zegt tegen mij, ja, er zit iemand op. Ja, dat, weet je, dat, ik had het gewoon niet helemaal door dat hij ook in de wachtrij stond voor de wc eigenlijk. Maar aan de andere kant, waarom zou je anders 's nachts daar staan? Goed, vragen. Maar hij zei tegen mij, ja, er zit iemand op. Dat was, ja, het was een logische conclusie op zich. Maar goed, dus het ding is... Dat ik eigenlijk geen idee had wie dat was. Ik heb hem misschien 1 keer eerder gezien of zo. Ik heb totaal geen idee wie het was. Dus dat was een beetje raar. Ja, dus ik deed wat iedereen zou doen op zo'n moment. Eigenlijk.
iedereen in zo'n moment, zo'n tijdstip, zo'n situatie. Ik deed wat iedereen zou doen. Ik leunde tegen de muur aan. En ik pakte mijn telefoon erbij. Ja, want die had ik toevallig bij me. Ik pakte mijn telefoon erbij. En ik begon mijn YouTube-video-statistieken te bekijken. Want ja, wat moet je anders als je zo op de wc aan het wachten bent? Goed. Dus ik zo tegen de douche aanleunen. Hè? Want ik moest iets. En ik wilde eigenlijk gewoon naar de wc. Dus ik stond zo te wachten op die wc. Ja, goed. En er was wel een andere wc. Maar die is voor vrouwen. Want ja. Segregatie op basis van geslacht. Dat is nog steeds heel cool tegenwoordig. En de tijd tikte maar verder, weet je wel. Er gingen 10 minuten voorbij of zo. 5 minuten, 10 minuten. Misschien zelfs een kwartier. Ik weet niet. Het leek eeuwenlang te duren. En ik maar op mijn telefoon kijken. Ik maar zo zijn van ja. Hoe moet het dan? Goed. Maar na een tijdje dacht ik, oké, dit is eigenlijk wel genoeg geweest. Ik heb hier eigenlijk wel lang genoeg gewacht. Dus ik sprak de wijze woorden. Ik probeer het straks nog een keer. En toen deed ik mijn telefoon weg. En ik liep weer terug. Terug naar mijn kamer. Terug naar het Hidden Sleeps honk. Ja, terug naar mijn bed. Want ik was wel moe, want het was best wel laat. En ik moest weer slapen. Ja, dus toen ging ik weer in mijn bed liggen. En ik moet zeggen, deze hele situatie zou echt fucking ongemakkelijk zijn geweest als ik niet zo slaperig was geweest. Maar je weet wat ze zeggen, hè? Ongemak is voor Red Bull drinkers. Niet voor Monster drinkers. Ah, en toen sliep ik verder. En ja, wat ik dan nog wil zeggen is, please subscribe. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe aflevering van Heervlogs. Later.